keer in Henky zijn leven. Leven, leven, leven. Oh meneer, wat een mooie auto. Meneer, meneer. Wat een mooie auto. Henky. Wat een mooie auto die nu voor mij is. Natuurtalentje hebben we hier. Dit is de volgende oefening, jongens. Doe jongens! Oh, hoe ga je dat? Jullie bent uitgestapt! Ja, we hebben hem, Gerard! We hebben hem! Kun jij even met me meelopen? Wie? Jij. Wijs is om mijn leven, meneer. Nou, dan doe ik dat niet meer, maar hey, als je even mee wil lopen, ik wil even naar je gaan. Stap in, Henky. Oké, prima, wat dan? Wat gaan we doen? Henky, ik moet hier weg. Ik wil niet de gevangenis in. Ik heb daar geen zin in. Je moet de gevangenis in ofzo? Ja. Oh! Ja, dat is niet helemaal handig. Jij hebt mij trouwens ontvoerd, inderdaad, dat klopt. Nee! Help! Wat? Ik word ontvoerd! Nee, jij... Help! Ik ga trouwens gewoon de politie bellen. Nee! Kom. Nee, Gerard, je bent niet sneller dan ik. Nee, dat klopt, maar ga met de auto weg, want anders kan de politie. Ja, kom. Want ik rij wel hierin. Ga jij maar achterin stappen, dan moet je liggen. En dan liggen? Liggen, ja. Ik lig. Ik ben met mijn hoofd eruit. Gerard, zo moet je niet liggen, nu komt je hoofd uit de auto. Gerard. Dat zei ik net. Nee, je moet niet zo liggen. Je moet je hoofd en anderen niet door de auto doen. Ja, nee, dat is mijn arm. Dat is jouw... Ik word gebeld door de politie. Nou, neem maar op. Hey, heb je zin om een keer wat te gaan drinken of iets? Hoezo ineens dit? Nou ja, jij komt zo spontaan met die bloem. Ik denk, ik moet even wat terug doen. Oh ja, ben je toevallig in dienst? Meneer, je zit te lachen. Ik hou niet van prankel. We zijn bijna bij locatie. Maar hij wil mij maar een bakje koffie doen. Oh, gezellig. Zullen we dat doen? Een bakje koffie. De auto's waren er ineens niet. Oké, kom. We gaan bakkie koffie met ze doen. Bel hem maar terug. Maar waarvoor belt hij nog een keer dan? Nou, ik dacht dat we het gesprek nog niet af hadden gerond, dus ik bel nog even terug. Maar jij wil een bakkie koffie doen? Ja, lekker. Maar ga je bakkie koffie doen met je hele gang of hoe doe je dat? Hele gang? Ik heb toch geen gang, Gerard? Ja, je hebt hele van die blauwe mannetjes. Ja. Nee, dat zal niet met de hele gang zijn. Dit wordt de locatie van de koffie. Oh ja, dat is een goeie. Bij mijn locatie. Zullen we afspreken bij de locatie? Wij bepalen de locatie. Tot zo. Ja, het zijn van de drie van alle eenheden. Ik heb eerst een gesprek met Gerard gehad en ik heb even wat gevraagd of hij wat wilde gaan drinken. Gerard, ik hoor hem nog steeds. Dit gaat niet goed aflopen. Kom. Dat hoor ik niet te weten, maar kom. Heb je locatie gestuurd? Nee. Ah, Gerard! Ik weet een betere. Nou? Als wij hier de auto hier neerzetten. Ja? Oh, dan kijk. Dus we sturen een locatie van hier en dan klimmen we naar beneden en dan rijden we gelijk weg. Kijk, dan keer ik de auto even om. Wacht. Stuur de locatie van hier, dus keer ik de auto om en dan kunnen we gelijk vluchten. Als het fout afloopt, oké? Oké. Dan gaat tuurlijk lopen het fout af. Ja, maar dit komt goed. Heb je locatie verstuurd? Ja. Oké, dus als ze hierheen komen en het zijn politieauto's, dan vlucht je gelijk naar beneden, oké? Oké. Ja. Zal ik dan niet naar beneden? Nee, dat komt goed. De auto staat ook al goed. Gewoon. Ja, maar waar gaan we dan heen vluchten? Want ze zijn zo als een raket zijn ze daar, hè? Nou, dan rijd ik het bouwterrein op en dan vluchten we de ijskraan op. Oh ja. Oké. Dat is een goeie. Dat vind ik ook een goeie. En dan springen we naar beneden. Nee, dat niet. Nee. Dat is een auto! Nee, dan Gerard! Nee, dan Gerard! Gerard, wat doe je nou? Oh. Wat doet hij nou? Ja, hij viel naar beneden. Hij is gevallen. Nee. Oh, dan gaan we even naar kijken. Oh, we gaan even een kijkje nemen. Gerard. Gaat het met je, Gerard? Nee. Gaat het met je? Weg hier. Ga even liggen. Nee. Wat doe je nou? Wat doe je nou? Ja, wat denkt die politieauto? Kijk, je bent ingebokst. Je bent ingebokst, Gerard. Ik zou omhoog klimmen, dan ben je veilig. Klim omhoog. Oké. Gerard, er is ook een agent boven. Er is wel een agent boven. Gerard, hij is hier. Klim omhoog. Ik blijf staan, meneer. Ik blijf staan. Ja, nee, ik heb het even over de handen, meneer. Maar ik had, wat doe je nou? Ik Gerard, dat kom je niet uit. Daar komt hij niet uit. Ja. Zet Gerard, ik help je al een beetje. Zo. Zet de auto op slot, dan kan hij je er niet uittrekken. Blijf hier. Hé, blijf staan. Oh. Hij is niet zo snel, meneer. Blijf staan, ik wil je niet tackelen. Je bent oud, ik wil je niet tackelen. Hij is snel, meneer. Blijf nou staan. Meneer, hij is snel. Meneer, hij is snel. Pak hem, pak hem. Laatste kans om te stoppen. Gerard. Laatste kans. Gerard, wat doe je nou? Gerard, rennen. Kom maar. Gerard! Leren jij. Wow, moest je ook aan de kaart houden. Gerard, we zien je alweer over een paar jaar als je uit de gevangenis komt. Nou, dat is simpel opgelost. Dat probleem is gelijk opgelost. Ben ik ook weer van Gerard af. Ik zet zelf die politieauto wel even aan de kant hoor. Hoppakee, zo, ik zet hem zelf wel aan de kant. En dan kan ik er vandoor. Doei! Oké, jongens, de achtervolging begint. Gerard wordt vervoerd. Gerard wordt vervoerd en wij volgen. Gerard wordt vervoerd en wij volgen. Dan gaan we kijken waar hij naartoe vervoerd gaat worden. Ze hebben niet door dat ik hier sta. En wij volgen snel. Au, 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 au. Hij gaat gewoon door rood. Waarom staat hij in de container op de weg? Gerard, heb jij die container op de weg gezet?
Ja. Waar doe je dat? Is Gerard's auto? Oh, die stuk. Hey! Hoe gaat het ermee? Ja, helemaal prima. Gerard is aangehouden, dus ik ben vrij. Eindelijk. Maar ik zou zijn advocaat zijn, dus ik weet niet of jij me naar beneden kan leiden. Ik kan wel even snel een pasje omdoen. Yes! Oh, kijk. Ik vind helemaal niet zijn advocaat. Dan gaat wel gewoon naar beneden leiden voor niks. We kunnen in tussentijd vast die kant op lopen. En heb je in tussentijd al een rijbewijs? Ja! Ja? Ja! Heel zeker? Heel zeker. Hij ligt alleen in de auto, dus ik kan het niet laten zien nu. Ik zal jou in ieder geval even alvast fouilleren, Henkie. Ja, prima. Het is helemaal goed. Het is alweer ruim een maandje geleden, dus je bent alweer... positief bij ons in het systeem. Ik kom hier niet meer zo vaak tegenwoordig. Goed om te horen, toch? Ja, ben goed in vluchten, hè? Nou ja, dat is nou weer jammer dat je dat zegt, Henkie. Dat vind ik nou weer heel jammer. Hey, Gerard! Tot jou! Hoi, Henkie! Tot jou! Ben je advocaat? Ja, ben je de deur even open doen? Oké, prima. Nu mag ik de sleutel. Zal ik hem vast naar de... Ja, is goed. Dan leiden wij hem via naar de andere kant. Ja. Dat is goed. Henkie. Tot zo, Gerard. Ik heb geen idee hoe ik hier ben terechtgekomen. Ik ben helemaal geen advocaat. Ik was helemaal niet opgeroepen als advocaat. Maar toch ben ik door het systeem gekomen en sta ik nu hier bij Gerard om te helpen. Henkie. Gerard. Henkie. Hey, Gerard, hoe kom je hier? Ik kan bij zelfs onafhankelijk of je. Henkie. Hey, jullie hebben nu even tijd om te bespreken wat er is gebeurd. Wat zijn de aanklachten? Verzoekt het aanleiding open voor Gerard. Ja. Deze stond open voor vluchten voor de politie. Heette dat een voertuigdiefstal en artikel 5 wegen verkeerswet. Tweemaal, hè? Oké, daar was ik bij. Dat had ik gezien. Dat is goed. Dat gaan we bespreken. Gerard? Ja? Vertel eens wat er is gebeurd. Iemand had mijn rijbewijs ingepikt. Ja? Toen ging ik rijden zonder rijbewijs. Ja? Mocht niet. Oké. Toen ben ik gevlucht. Oké. Mocht ook niet. Oké. Toen zag ik een andere auto snel met mijn auto stuk was. Oké. Heb ik die geleend. Geleend? Ja. Ja? Moet nog terugbrengen, maar ik weet niet meer waar die is. Oké. En? En? Ik ben een paar keer gevlucht voor die Playmobil mensen. Ja, ik snap wel wie je bedoelt. Oké, Gerard, ik heb hier opgeschreven wat jij zo meteen tegen de agenten gaat zeggen. Je gaat zeggen, ik, Gerard Boersma, de derde, opgegroeid in het zuiden van het land. Noord. Door kippen en koeien. Heb een auto gestolen. Ja. Iemand vermoord. Nee, Gerard, vertrouw me. Ik ben advocaat, vertrouw me. Iemand vermoord en... daarbij Henkie geprobeerd in te luisteren, zodat het leek alsof hij het was. En later nog iemand bij de dam in het water gereden in een handhevingautootje. Dat is wat je gaat zeggen, oké? Moet je me wel even herinneren, maar ik ben niet zo kwijt. Nee, oké, dat komt goed. Dus wat ga je nu zeggen? Probeer iets tegen mij? Gerard Boersma de derde. Nee, ik Gerard Boersma. Ik Gerard Boersma de derde. Ja, opgegroeid in het zuiden van het land. Opgegroeid in het zuiden van het land. Door kippen en koeien. Door kippen en koeien. Heb een autodiefstal gepleegd. Heb een autodiefstal gepleegd. Een moord gedaan. Een moord gepleegd. Henkie ervoor geprobeerd in te luizen. Henkie ervoor in te luizen. En iemand bij de dam in het water geduwd. En iemand bij de zonder dam. Henkie. Henkie was niet medeplichtig, oké? Maar dat was bij het eerste verhaal, had je er niet bij gezet. Henkie was niet medeplichtig, dat zeg je er ook bij, oké? Oké, ik klop wel even op de deur. Gerard heeft een verklaring voor dit alles. Ja, Gerard, ga je staan. Ik Gerard Boersma. De derde, geboren in het zuiden van Nederland. Of van Roeveen bedoel ik, of Nederland, of weet ik veel. Opgegroeid door kip en koeien. Opgegroeid door kip en koeien. Autodiefstal gepleegd. Moord gedaan. Een moord gedaan. Henkie er geprobeerd in te luizen. Henkie er probeert in te luizen en ik heb iemand van de dam af laten rijden. En Henkie is niet medeplichtig. En Henkie is niet medeplichtig. Dit is zijn verklaring. Dit is jouw verklaring, Gerard. Dus nu wil ik... Nou, mijn week zit er weer op hier. Gerard, dat zal dan 10.000 euro zijn voor advocaat. Maar Gerard, als ik even goed begrijp, maar jij wilt dus nog meer opbiechten. Nee! Dat heeft hij zojuist gedaan, toch? Jullie hebben het allemaal gehoord. Ja, ik heb gehoord dat er iemand de dam is ingereden door Gerard. Ja, en ik was niet medeplichtig. Dat zei hij ook. Is dat iets wat jij uit vrije wil hebt gezegd, of... Dan moet ik even met mijn advocaat overleggen, kan dat? Oké, Gerard. Ja. Hij zei of je het vrijwillig zei. Ja. Of dat je het advies van mij was. Ja. En ik weet nog dat jij zei dat je dat heel graag wilde zeggen, toch? Henkie. Ja? Je krijgt het nog in mijn handen. Nee, vertrouw me. Gerard, ik weet hoe dit werkt. Ik ben hier vaak genoeg geweest. Ja. Als jij zegt, ik heb dit allemaal vrijwillig gezegd. Alles wat ik zojuist heb gezegd, klopt. Heb ik uit eigen wil gezegd. Mijn advocaat wilde me nog tegenhouden, maar ik zeg dit liever zo. Oké? Okay? Vertrouw me. Echt, vertrouw me. Oké, ik ga wel weer kloppen. Ja. Gerard heeft een verklaring voor de vraag die jij net had. Ik heb het op vrije wil gezegd. Ik wil het heel graag zelf doen, maar advocaat wilde me nog tegenhouden. Meer...
misdaden bekend dan waar je eigenlijk... Mijn advocaat wilde me nog tegenhouden, maar ik wilde het heel graag. Ja, mijn advocaat wou me nog tegenhouden, maar ik wou het heel graag zeggen. Ik had hem echt tegengehouden. Ik dacht, dit gaat hem niet helpen in zijn zaak, maar... Hij heeft al opgebiecht. Nee, maar jij wordt zo meteen in ieder geval veroordeeld. Nee, ik wil niet veroordeeld worden. Zie je? Bevoordeeld. We gaan je bevoordelen. Ja, zeker. Ja. Met een celstraf van 19 maanden. Zoals ik aan het vertellen was, krijg jij 5 maanden voor het vluchten. Oh, krijg maar 5 maanden. Hij zei net 19. 8 maanden. 5, ik ben een deal. Dat is een optelsommetje, Gerard. Ik, 20 maanden. 20 maanden is iets meer volgens mij. Jij zei wie biedt meer. Wie biedt minder? Oh, jij hebt minder dan 20. 19 krijg je weer. Nee, kijk, weet dat nog iets in, Gerard? Nee. Dat is nog minder. Top. Pakt vast. Gerard, dat gaan we niet doen. Zo is dat niet. Zo gebruik je dat niet. Dat moet met spier. Je zegt niet letterlijk Gerard, pakt vast. Volgens mij zijn we eruit. Vast. Ja, geef hem maar 10 extra maanden wat mij betreft. 10 extra maanden? Ja, dat maar meneer, als je maar 18 maanden doet en dan gaat Henkje 1 maand mee voor de gezelligheid. Vind ik wel een goede deal. Zo werkt het niet. Jawel. 19 maanden en Henkje 1 maand mee. Is goed. Nee. Jawel. Zo doen we dat niet. Ik moet de stad uit. Ja, heb ik ook. Nog vragen? Nee joh, stuur hem maar lekker weg joh. Ja. Stuur hem maar weg. God, advocaat. Kom hier. Ik zie je over 19 maanden, Gerard. Oh. Ja, dankjewel. Gerard. Hij ontsnapt. Gerard, we maken alvast een leuke foto. Dat hij altijd aan me kan denken als hij 19 maanden vast zit. Zo. Ja, dit is hem hoor. Ik zie je over 19 maanden, hè. Doei, Henkie. Nou jongens, dat heb ik nog best wel goed afgehandeld, vind ik. Gerard, die wordt naar de gevangenis gebracht. 19 maanden. Betere advocaat dan Henkie is ze niet. Ik ben gewoon een topadvocaat. Hey, Henkie. Hey, heb je zin om wat leuks te doen? Nou, op zich wel, ja. Wat ben je doen? Waar ben je? Ik zit gevangen. Gevangen? Wat heb je gedaan? Ja, geen idee. Deze man die wil me pakken. Echt? Heb je geen advocaat kunnen regelen of zo? Jawel, maar die wil meer maanden erbij. Hallo, Henkie. Oh, die wil juist meer maanden Henkie? Erbij doen? Ja. Oh, er is hier iemand. Hey, Toos, waar kom jij vandaan? Gerard, Toos is hier. Ik heb jou niet meer nodig. Succes in de gevangenis, Gerard. Hey, Toos, wat leuk dat jij hier bent. Stap in. Hoe is wat het, Toos? Wat een toeval. Jij plopte dekken voor mijn neus, zoals. Waar kom jij vandaan? Uit riool of zo? Ja, nou, ik was een drommel kwijt. Oh, die moest je even zoeken? Ja. Auw. Ja, Gerard wordt naar de gevangenis gebracht. Lekker voor hem. Hé, mijn tank is bijna leeg, krijg ik er wel niet. Ja, maar je rijdt niet eens in een auto. Je moet even bijtanken zo. Toos, je rijdt niet eens in een auto. Maakt niet uit. Wow! Je hebt hem groen gemaakt, wat mooi. Hij is oprecht echt heel leuk. Kijk, de binnenkant. De binnenkant. Hij is helemaal groen. Ja. Hij is letterlijk helemaal groen. Van top tot teen groen. Kan jij van mij wat leuks zeggen hier nog? Oh, wacht. Je moet je eens even een duwtje geven. Ik heb die stomme bril op mijn hoofd. Auw, ik zei duw. Geen klap. Kijk op hier. Gerard. Nou, nee. 19 maanden. Oké, wil je wat leuks zeggen? Ja, ik ken je nog maar kort. Ja? Nee, dat was het eigenlijk. Dat was het. Je kent me nog maar kort. Oh, ik word gebeld door Gerard. Doe je hoort, Gerard. Hey, spreek me. Henkie, hey. Ja, ik bel uit vanuit de gevangenis. Oh, gezellig, wat ben je doen? Leuke dingen. Nou, gezellig, wat ben je doen? Ja, niet zoveel. Hey, kan jij me misschien komen bevrijden? Oh, gezellig, wat ben je doen? Ik zit in de gevangenis. Oh, gezellig, wat ben je doen? Henkie, ik neem dat je telefoon vastloopt. Laat mijn telefoon vast. Oh, je bent er weer. Dan moet ik wel helemaal niet halen. Ik zou wel niet halen, zo. Ja, mijn telefoon liep vast, zei hij. Oké, probeer maar nog een keer. Ja, ik word gebeld door Gerard. Oh. Hey, Toos. Hey, Gerard. Toos. Ja, Gerard, wat ben je aan het doen? Ja, ik zit in de gevangenis. Ja, maar Gerard, wat ben je aan het doen? Toos. Gerard, wat ben je aan het doen? Goed zo. Toos, ik word woest. Toos. Ja, maar Gerard, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben aan het bellen met jou, idioot. Henkie, mijn telefoon doet het niet. Nee, heb je telefoon vast? Nou, dan moet je ophangen, helaas. Je gaat het niet flikken, ik blijf bellen. Dan moet je helaas ophangen, Toos. Dit is de voicemail van Toos. Dat kan niet. Je bericht in, laat het piep. Dat kan niet, Toos, want je bent al 50 seconden met mij aan het babbelen. Dus ik vind je een stond hier. Daar heb je opgehangen. Ja. Oké, kan je nu wat voor het einde zeggen? Ja, helemaal goed. Rozen zijn water en water is rood. En bij de 5000 likes gaat Henkje helemaal bloot. tot de volgende keer en tot na het eten. Ik word gebeld door Gerard. Tot later. Oh!